Goede collega's, dames en heren, welkom. De vergadering is geopend. Ik heb rechts van mij de jongste en links van mij de tweede jongste collega's die het secretariaat waarnemen. U ziet dat de plaatsen soms goed uitvallen. Dames en heren, het Vlaams parlement komt heden van rechtswege bijeen. Krachtens artikel 10, paragraaf 1, eerste lid van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen. Dat geeft mij de gelegenheid om de zitting 2016-2017 voor geopend te verklaren. Collega's, bij brief van 1 september 2016 heeft de heer Jan Hofkens, die als opvolger tijdelijk zitting had in het Vlaams parlement, met ingang van 26 september 2016 ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Bij brief van 7 september 2016 verzaakt de derde opvolger, dame van Oosterwijk, aan het mandaat van Vlaams volksvertegenwoordiger. Dus doende de opvolger die in aanmerking komt om de heer Jan Hofkens te vervangen, is er halve de heer Paul Cordy. De geloofsbrieven van onze collega Paul Cordy werden reeds goedgekeurd in onze plenaire vergadering van 17 juni 2014. Het administratieve onderzoek heeft uitgewezen dat sindsdien geen wijziging is opgetreden in de vervulling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Vraagt hieromtrent iemand het woord? Nee, dus keurt u wat ik ga zeggen bij voorbaat goed. Ik roep de heer Paul Cordy uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger en nodig hem uit van op zijn plaats de grondwettelijke eed af te leggen die luidt als volgt. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik feliciteer u. Collega's, bij brief van 6 september 2016 deelt de heer Bjorn Joska, voorzitter van de Groenfractie, mij mee dat de heer Hermes Santorum van de Voorde niet langer meer deel uitmaakt van de Groenfractie. De heer Hermes Santorum van de Voorde heeft het ontslag bij mail van 10 september 2016 bevestigd. Bijkomend bij brief van 1 september 2016 deelde de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, en de heer Paul Cordy, zo pas geïnstalleerd, ons mee dat hij vanaf zijn eetaflegging, dus stand TPD, aansluit bij de N-VA-fractie. Het kan verkeren. Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van het bureau van het parlement. Ik denk dat collega Diependalen ons een belangrijke mededeling in petto heeft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou willen voorstellen om de huidige samenstelling van het bureau te behouden. Dan zal ik u... Wacht. Ik ga ze eerst aflezen. Dan hebben u beslist, als u akkoord gaat, te verkiezen tot voorzitter, de heer Jan Peumans. Tot eerste ondervoorzitter Peter van Rompuy. Tot tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen. Tot derde ondervoorzitter Marino Keuren. Tot vierde ondervoorzitter mevrouw Caroline Genet. Tot secretarissen mevrouw Nadia Sminate en de heren Chris van Dijk en mevrouw Sonia Klaas. Geen bezwaar. Misschien kan een applaus dit bevestigen. Voilà, alias Jacques Thaïst, het bureau van het Vlaams parlement is dus samengesteld. En ik verzoek de voorzitter
meneer de voorzitter, en de twee secretarissen Chris van Dijk en Sonia Klaas tot hier te komen en plaats te nemen daar waar wij ons gaan terugtrekken. Dank je wel. Goed, beste collega volksvertegenwoordigers, dames en heren ministers, beste medewerkers van het Vlaams parlement, geacht publiek. Met veel plezier heet ik u uiteraard weer allen hartelijk welkom voor onze eerste zitting van het nieuwe parlementaire jaar. In het pronkstuk van ons glazen huis, namelijk de koepelzaal. Deze zaal is ook de ideale plek voor het bedrijven van politiek. Tijdens het recess die de media ons verstaan dat onze politici vooral veel ballonnetjes hebben opgelaten. Wel nu, als u hier een ballon oplaat, dan raakt hij niet verder dan zijn prachtig glazen dak. En niemand kan er nog aan. Zo'n ballon is natuurlijk gedoemd om te verschrompelen en na verloop van tijd zieloos weer op de grond te vallen. Inderdaad, een ballon bevat alleen maar lucht. Gelukkig kan ik na 7 jaar op deze voorzittersstoel met stelligheid beweren dat in ons Vlaams parlement op een minder zweverige manier politiek bedreven wordt. En ik wil u aanmoedigen om die traditie met veel enthousiasme verder te zetten tijdens ons werkjaar 2016-2017. Eerst en vooral, om te beginnen, wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u mij stelt om deze vergadering in goede banen te leiden. En ik wil andermaal collega Herman de Croo, ouderdomsdeken van ons parlement, bedanken voor de schitterende wijze waarop u dat doet. En helemaal in de sfeer zit, denk ik, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar u ook een lange tijd voorzitter van geweest is. Maar ja, politieke afspraken zijn politieke afspraken en het was van heel korte duur. Tot grote vreugde van mezelf natuurlijk. Dat is toch eerlijk. Ik heb dat in het verleden graag gedaan omdat ik van op de banken voor mij en nog meer in de commissiezalen veel vuur en deskundigheid mogen ontdekken. Dat stimuleert mij om ervoor te zorgen dat dit parlement zijn status van onze meest dynamische, kritische en efficiënte parlementaire vergadering van ons land kan bestendigen. Enkele cijfers kunnen dit staven. Tijdens het vorige zittingsjaar mondde uw werk uit in 10 actualiteitsdebatten, 24 voorstellen van decreet, 74 ontwerpen van decreet en 18 voorstellen van resolutie. En om dit jaar even sterk uit de hoek te komen, zal ik deze inleidende toespraak zeer kort houden, zodat u alle meteen de koeien bij de horens kunt vatten. Bedenk evenwel dat u en ook ik dat niet zouden kunnen zonder de hulp van onze administratieve en ondersteunende diensten van ons parlement. Daarom richt ik graag een woord van dank tot onze secretaris-generaal mevrouw Goossens en al haar medewerkers. Zij zorgen er met hun dagelijkse inzet mee verantwoordelijk voor dat in het Vlaams parlement zich als een van de belangrijkste drijvende krachten in onze maatschappij mag noemen. Zowel zij als wij, de volksvertegenwoordigers en het politiek personeel, mogen dan trots op zijn dat we op 7 december ons 45-jarig bestaan vieren. We zullen dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De plannen voor dat verjaardagsfeest nemen elke dag concrete vormen aan. Nochtans is dat niet de eerste bekommernis van wie hier het politieke werk bedrijft. Dat is ook terecht. Ik kan me ook levendig voorstellen dat u alle na het zomersreces zit te popelen om volgas te geven. Wel nu, ik hou u niet langer tegen. Aan de slag voor een dynamisch Vlaanderen. De burger rekent op u en ik dank u. Ik hoop uiteraard dat alle andere sprekers het ook zo kort houden. Goed. Dames en heren, ik verklaar het Vlaamse parlement geconstitueerd. Hiervan zal worden kennis gegeven aan de Vlaamse regering, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Parlement de la Communauté Française, het Parlement Wallon, tegenwoordig Parlement de Wallonie, het Parlement der Duitsprachige Gemeinschaft, het Brusselse Hofstedelijk Parlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies en de Assemblée de la Commission Communautaire Française. Dames en heren, bij brief van 19 september 2016 deelt de voorzitter van het Brusselse Hofstedelijk Parlement mee dat het parlement ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig is verklaard. Bij brief van 20 september 2016 deelt de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
dat die vergadering ter vergadering van die dag verwettigend en voltallig is verklaard. De brief van 21 september 2016 deelt de voorzitter van het parlement, Parlement Wallon, mee dat het parlement zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. Bij brief van 21 september 2016 deelt de voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie mee dat die raad zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. En tenslotte bij brief van 21 september 2016 deelt de voorzitter van de Assemblée de la Commission Communautaire Française mee dat die Assemblée zich ter vergadering van die dag heeft geconstitueerd. We moeten even geduld hebben voordat u de minister-president kunt luiden, want er zijn een aantal wijzigingen gebeurd, in dit geval bij de N-VA-fractie, onder vast en plaatsvervangend lezen bij de samenstelling van de commissies. In de commissie van Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, de heer Jan Hofkes en mevrouw Greetreem als vastleden vervangen door de heer Paul Cordy en Jan Peumans. In de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburg en Stedenbeleid, de heer Jan Hofkes als plaatsvervangend door de heer Paul Cordy. In de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, de heren Jan Hofkes en Paul van Miert als plaatsvervangende leden vervangen door de heer Paul Cordy en mevrouw Annick de Ridder. In de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de heer Jan Peumans als vastlid vervangen door mevrouw Grete Reme. In de commissie voor Onderwijs, mevrouw Miranda van Eetveld als vastlid vervangen door de heer Paul Cordy en de heer Axel Gonsen als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Miranda van Eetveld. In de Vlaamse Controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven, de heer Jan Hofkes als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Jos Landmeters. En in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, de heer Jan Hofkes als vastlid vervangen door mevrouw Miranda van Eetveld en mevrouw Miranda van Eetveld als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Paul Cordy. Voor de CD&V-fractie zijn de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen mevrouw Griet Copé als vastlid vervangen door de heer Dirk de Kort en de heer Dirk de Kort als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Griet Copé. Voor de Groenfractie in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn de heer Hermes Sanctoren van de Voort als vastlid vervangen door de heer Johan Dane en de heer Johan Dane als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Elisabeth Meuleman. In de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen de heer Hermes Sanctoren van de Voort als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bjorn Joska. En in de commissie voor de opvolging van de klimaatbeleid in Vlaanderen, de heer Hermes Sanctoren van de Voort als vastlid vervangend door de heer Johan Dalen. En tenslotte, bij mail van 15 september 2016 meldt de heer Hermes Sanctoren van de Voort mij dat hij als toegevoegd lid zitting wenst te hebben in de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Dames en heren, in gevolg zijn ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger is de heer Jan Hofkes niet langer voorzitter van de commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Bij brief van 8 september 2016 draagt de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, voor dat voorzitterschap de heer Paul van Miert voor. Is het parlement het hiermee eens? Ik zie knikkende instemming, dus dan verklaar ik de heer Paul van Miert verkozen tot voorzitter van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Dames en heren, bij brief van 8 september 2016 draagt de heer Matthias Diependalen, voorzitter van de N-VA-fractie, de heer Jos Landmeters voor als voorzitter van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid te vervangen van de heer Axel Gonsen. Is het parlement het hiermee eens? Ik kan me voorstellen dat daar bezwaren tegen zijn. Nee? Goed. Dan verklaar ik de heer Jos Landmeters verkozen tot voorzitter van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. En dan eigenlijk, dames en heren, het moment suprême. Aan de orde is namelijk u de verklaring van de Vlaamse regering betreffende de algemene maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2017. Minister-president Geert Bourgeois heeft het woord en wenst niet onderbroken te worden. Meneer de voorzitter, zeer geachte collega's. In deze onzekere economische tijden met geostrategische spanningen, met de Europese Unie die haar tweede adem zoekt, met oorlogsconflicten, met blijvende terroristische dreiging, met ongeziene migratiegolven te gevolgen van oorlogen en klimaatverandering, in deze moeilijke tijden blijft Vlaanderen koers houden. En we gaan daarbij, collega's, zonder zelfgenoegzaam te zijn, van onze eigen sterktes uit. Een uitstekende logistieke ligging met optimaal uitgeruste havens. Onze goed geschoolde en arbeidsproductieve medewerkers. Onze wereldwijd gerenommeerde onderzoekscentra. Onze steeds slimmere, steeds efficiëntere overheidsdiensten. Onze snel innoverende en exporterende ondernemingen en de warmte van ons bruisend Vlaams verenigingsleven. Bij haar aantreden stond deze regering voor een moeilijke opdracht.
We keken aan tegen een groot begrotingstekort. Als gevolg van de zesde staatshervorming, de te zwakke economische groei en het korset van de Europese boekhoudregels. We weigerden evenwel om het probleem door te schuiven naar de volgende generaties. We weigerden de belastingen te verhogen. We namen onze verantwoordelijkheid en we kozen voor een begroting in evenwicht. Moeilijke beslissingen hebben we moeten nemen. Inspanningen zijn gevraagd. Maar dankzij deze inspanningen creëren we nu bijkomende beleidsruimte. Kunnen we nu investeren in ons sociaal en economisch weefsel? Kunnen we nu, dames en heren, de basis leggen voor groei? En die groei manifesteert zich nu al. Het sterkst in Vlaanderen. De koopkracht stijgt. Het aantal faillissementen daalt drastisch. Het aantal starters groeit spectaculair. Het jobaanbod is het grootste in 10 jaar. Meer mensen zijn aan het werk, vooral in de private sector, en de werkloosheid blijft dalen. Maar bij de begrotingsopmaak 2017 botsten wij op nieuwe tegenvallers. De overdracht van de bevoegdheid in zaken ziekenhuisfinanciering verplicht ons om aanzienlijke bedragen te betalen voor verbintenissen die de federale overheid is aangegaan en waarvoor ons onvoldoende middelen zijn gegeven. 2 weken geleden stelde het planbureau zijn groeivoorspelling voor 2017 naar beneden bij tot 1,2%. En ook al blijven wij optimistischer, zeker wat Vlaanderen betreft, toch zijn wij ertoe gehouden dit lage groeicijfer in onze begroting mee te nemen. En vorige week, dames en heren, vernamen we van de FOD Financiën dat de negatieve afrekening ten gevolge van de nieuwe financieringswet deels vervroegd wordt. Maar het was en het bleef onze ambitie om in 2017 naar een begrotingsevenwicht te gaan en om tegelijk ruimte te creëren voor forse bijkomende investeringen en om structurele inspanningen te leveren die ons voorbereiden op 2019. En we zijn hierin geslaagd. We zijn hierin geslaagd met dank aan al mijn collega's die opnieuw bewezen hebben dat we een ploeg vormen, dat we gedreven zijn met dezelfde ambitie, met hetzelfde doel. Voorzitter en collega's, de ambities van deze Vlaamse regering reiken veel verder dan een puur boekhoudkundig evenwicht. We willen een Vlaamse natie die open, sociaal, veerkrachtig en internationaal is. Die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve, op een duurzame manier en waarin iedereen meetelt. En daarom drijven we onze investeringen nog op. Injecteren we extra veel zuurstof in onze samenleving, in onze economie en in jobs. Met deze Vlaamse regering heeft onderwijs een groeibegroting. De investeringskredieten zitten op het hoogste niveau ooit. Net zoals vorig jaar investeren we ook in 2017 opnieuw 100 miljoen euro in nieuwe schoolgebouwen. En we lanceren een nieuwe reeks kleinere publiek-private investeringsprogramma's waarvoor we het budget verhogen van 200 naar 300 miljoen euro. In het hoger onderwijs kennen we na 2 jaar opnieuw de zogenaamde kliks en het groeipad toe, middelen die erbij komen omdat er meer studenten zijn. En de universiteiten en de hogescholen delen ook in de extra middelen die we investeren in onderzoek en ontwikkeling. En dit jaar geven we uitvoering aan de conceptnota's voor de modernisering van ons onderwijs, in het bijzonder de hervorming van het secundair en de uitbouw van het duaal leren. En we blijven investeren in kwaliteitsvol onderwijs, van de kleuter in de kleuterkas tot de volwassene die tijd maakt om levenslang te leren. Onderzoek en ontwikkeling zijn de motor
van onze nieuwe economie, de basis van onze welvaart. En de Vlaamse regering maakt haar belofte waar. We zijn op weg, collega's, naar de magische 3% in 2020. In 2017 investeren we alvast 195 miljoen euro extra in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Onze strategische onderzoekscentra krijgen fors meer middelen. En daarnaast lanceren we ons nieuw clusterbeleid met een focus op sectoren waar Vlaanderen internationaal het verschil maakt. In het kader van Visie 2050 starten we daarbovenop met proeftuinen voor smart cities, voor circulaire economie en voor Industrie 4.0. Projecten waar we sterk in geloven, waar we sterk op willen inzetten. En ook investeren we 100 miljoen euro extra in onder andere infrastructuur voor ONO. En we maken Vlaanderen nog competitiever. We zorgen ervoor dat mensen die zwakker staan op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Sinds 1 juli geven we, zoals u weet, nog grotere loonkostverlagingen voor jongeren, voor 55 en 60-plussers en voor mensen met een beperking. Vanaf 2017, collega's, verhogen we dat budget met nog eens 125 miljoen euro. En bovendien wordt de versnelde afbouw van de onnodige voorheffing op materieel en outillage voor een periode van 3 jaar opnieuw verlengd. We maken ook werk van een specifieke premie voor langdurig werklozen. En ook het Vlaamse aandeel in de taxshift, het wordt wel eens vergeten, komt op snelheid. In 2017 verlaagt Vlaanderen de belastingen voor de Vlamingen met maar liefst 312 miljoen euro, collega's. Vorig jaar namen we een historische kaap, de kaap van de 300 miljard euro export. Maar we rusten niet op onze lauweren, want export is onze levenslijn. En daarom versterken en verdiepen we het al uitstekende buitenlandnetwerk van Vlaanders Investment and Trade. En met een hervormd subsidieaanbod helpen we onze bedrijven, in het bijzonder onze KMO's, om te internationaliseren. Internationaal ondernemen zetten we trouwens door in alle domeinen, ook in kunst en cultuur. Ons nakend gastlandschap, samen met Nederland op de Frankfurter Boegmissen, belooft fantastische resultaten. Met nu al ruim 450 nieuwe publicaties in het Duits. Nooit eerder kwam een gastland in de aanloop van de Boegmissen zoveel vertalingen in de wacht slepen. En in onze hoofdstad investeren we ook extra met het Brusselfonds. Onze welvaart en ons welzijn, collega's, koppelen we niet los van onze ambities in zaken klimaat en energie. De Vlaamse regering nam al heel wat maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen. Ik som er enkele op. Minimale kwaliteitsnormen voor bestaande gebouwen, zoals verplichte dakisolatie tegen 2020 en verplicht dubbele glas in 2023. De vergoeding van de verkeersbelasting, de kilometerheffing voor vrachtwagens en subsidies voor isolatie, voor zonneboilers, warmtepompen en schone wagens. En die maatregelen sorteren nu al effect. Denk aan de ontdieseling die volop bezig is. En ze zullen jaar na jaar, collega's, leiden tot meer positieve resultaten. En als overheid nemen wij onze voorbeeldfunctie op. We investeren onder meer in de vergroening van ons wagenpark en het energiezuinig maken van onze overheidsgebouwen. Denk aan het Brusselse VRC dat volgend jaar de deuren opent. Met een E-pijl van 34 bouwen we het grootste passief kantoor van het hele land. Maar als we de klimaatdoelstellingen van 2020 willen behalen, moeten we een versnelling hoger schakelen. We zullen meer dan ooit moeten inzetten op een energieomslag met de focus op hernieuwbare energie, op wind- en zonne-energie. We werken aan een korting in de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties en er komen maatregelen voor de vergroening van de lichte vrachtwagens. Bovendien kijken we nu al vooruit
naar 2030. Want de klimaattop van Parijs heeft de lat voor 2030 nog hoger gelegd. En daartoe stellen we in 2017 meer dan 50 miljoen euro extra ter beschikking om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Onder meer voor het energiezuinig maken van onze sociale woningen, van onze scholen. En om bij te dragen ook aan de internationale klimaatfinanciering. Daartoe, collega's, organiseren we, zoals u weet, op 1 december een klimaat- en energietop. En we verwachten daar forse, reële engagementen van alle overheden, van alle sectoren. Maar overal waar ik in Vlaanderen ga, merk ik alvast heel veel positieve wil om hier op een ambitieuze manier toe bij te dragen. En dat stemt me blij, dat stemt me hoopvol, want alleen als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we er een succes van maken. In ons klimaatverhaal past het nieuw en uiterst belangrijke beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarmee we de klimaatdoelstellingen ook ruimtelijk willen vertalen. Want onze ambitie voor een koolstofarm Vlaanderen vereist de omslag naar een duurzaam en efficiënt gebruik van onze ruimte, met versterking van onze kernen, van onze stads- en dorpskernen en met slimme ruimtelijke netwerken rond vervoersknooppunten. Deze Vlaamse regering versterkt haar ambitieus investeringsbeleid in zaken mobiliteit. Tegen het einde van deze regeerperiode, collega's, ronden we de kaap van 100 miljoen euro fietsinvesteringen. Onze concrete ambitie is de realisatie van 80 vlotte, veilige fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer. Werknemers nemen nog veel te vaak de wagen voor kleine, voor middelgrote afstanden. Ik roep alle werkgevers op om het gebruik van de fiets in hun bedrijf aan te moedigen, te vergemakkelijken ook. Van bij de start van deze regeerperiode zijn comfortabele voertuigen en vlotte doorstroming prioritair bij de lijn. De aanbesteding voor 146 nieuwe trams, 3 nieuwe tramlijnen rond en naar Brussel en de opening van verscheidene nieuwe stelplaatsen zetten deze ambitie duidelijk kracht bij. Met een jaarlijks investeringsbudget van 350 miljoen euro, met 2 miljard euro voor de ring rond Brussel en 3,5 miljard euro voor de Oosterweelverbinding, is nog nooit, collega's, nog nooit zoveel geïnvesteerd in weginfrastructuur. En de inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens liggen lager dan verwacht. Maar toch handhaven we onze belofte en investeren we 100 miljoen euro extra in de weginfrastructuur. Een nooit geziene verhoging van dit budget. Maar ook in nieuwbouw en renovatie van sociale woningen blijven we fors investeren. Na de recordinvesteringen van de vorige jaren kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen in 2017 opnieuw 200 miljoen euro extra investeren doordat we de leningsmachtiging optrekken. En met gerichte inspanningen voor zowel huurder als verhuurder maken we eindelijk werk aan een sterke en kwaliteitsvolle private huurmarkt. Voorzitter, collega's, samen met honderdduizenden professionelen en vrijwilligers maken we werk van een warm Vlaanderen. Een Vlaanderen dat het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk beter ondersteunt. Een Vlaanderen dat investeert in de meest kwetsbaren, in onze kinderen, in onze gezinnen, cultuurorganisaties, jeugdverenigingen en jeugdbewegingen zorgen voor betrokkenheid, zorgen voor maatschappelijke betrokkenheid, zowel binnen cultuur als voor het jeugdwerk, maken we daarom extra middelen vrij. En ook de sociale economie krijgt extra zuurstof. Met een groeipad vanaf 2017 kunnen minstens 500 extra doelgroepmedewerkers aan de slag gaan. We trekken volgend jaar 132 miljoen euro extra uit voor nieuw beleid in zaken welzijn. Het grootste deel van dit budget gaat naar de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. En hiermee, collega's, zetten we de definitieve stap naar een nieuw concept van zorginvulling, van zorgverlening. Een concept dat meer zorg
garantie biedt en personen met een handicap toelaat zelf te kiezen hoe zij hun ondersteuning organiseren. Daarnaast breiden we de kinderopvang uit, zodat ouders, alleenstaanden en tweeverdieners werk en gezin vlotter kunnen combineren. We investeren bovendien bijkomend in jeugdhulp. En met extra investeringen hierbovenop breiden we het aantal woongelegenheden in de residentiële ouderenzorg uit. En we geven woonzorgcentra, net als dit jaar, extra middelen om hun aanbod beter af te stemmen op de zorgzwaarte, vaak stijgende zorgzwaarte van hun bewoners. Collega's, zoals ik al zei, plaatsen de overdracht van de bevoegdheid om investeringen in ziekenhuizen te financieren ons voor een grote uitdaging. Er zijn in de vorige regeerperiode heel wat investeringen gelanceerd in de ziekenhuissector, maar met de zesde staatshervorming werden die federale betalingsverplichtingen doorgeschoven naar de deelstaten. En bovendien krijgen de deelstaten nu onvoldoende middelen om al die investeringen ook daadwerkelijk te betalen. Maar de Vlaamse regering maakte van de nood een deugd. We gaan doen wat nodig is, in het belang van de ziekenhuizen, in het belang van onze patiënten, in het belang van alle Vlamingen. We zullen de zware lopende financieringsengagementen die we hebben geërfd op gespreide wijze betalen en aanrekenen. En om dat mogelijk te maken, trekken we, en dat is nieuw, jaarlijks aanzienlijke middelen uit voor het broodnodige onderhoud van onze ziekenhuisinfrastructuur. Voortaan is er een jaarlijks budget, een zogenaamd instandhoudingsforfait, beschikbaar om onze ziekenhuizen in goede staat te houden, dringende kleine investeringen te doen ook. En dit forfait leidt, dames en heren, geheel in de lijn van het regeerakkoord dat uitgaat van vertrouwen, leidt tot administratieve vereenvoudiging en tot responsabilisering van de ziekenhuizen, die op hun beurt meer zekerheid krijgen over de middelen die ze van de overheid ontvangen. En daarnaast gaan we voor de lopende grote investeringen van start met een wat we noemen strategisch forfait, een budget waarmee we de engagementen voor reeds in aanbouw zijnde ziekenhuizen nakomen. En uiteraard voeren we dit nieuw financieringssysteem uit in nauw overleg met de hele sector. Nog voor het zomerreces leggen we u een ontwerp van decreet voor dat vorm zal geven aan de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. De opbrengst van het overslaan van de indexaanpassing in 2015 zal samen met die van de volgende indexaanpassing in het budget voor de kinderbijslag komen. En dit bij de start van het nieuwe Vlaamse systeem in 2019. En door dit te doen, collega's, zijn we in staat om in het nieuwe systeem alle bestaande gezinnen minstens evenveel kinderbijslag te geven als vandaag en om tegelijk voor de nieuwgeboren kinderen vanaf 2019 een flink hogere kinderbijslag uit te trekken. Bovendien met een budget voor sociale toeslagen dat verhoudingsgewijs 3 keer groter zal zijn dan vandaag. Tegelijkertijd geven we participatietoeslagen aan ouders voor kinderopvang en voor deelname aan het kleuteronderwijs vanaf 3 jaar. Collega's, een warme samenleving is een gedeelde samenleving. In onze al maar meer diverse samenleving vormen onze waarden en normen, onze fundamentele rechten en vrijheden, het belangrijkste kader waarbinnen wij, Vlamingen, verbondenheid creëren. De gedeelde samenleving, de gedeelde toekomst, vinden we enkel in onze verbindende publieke taal, onze publieke cultuur, in onze democratie, in onze rechtsstaat. Van alle Vlamingen en van alle nieuwkomers eisen we dat ze de fundamenten van onze samenleving aanvaarden. Zeker nu steeds meer mensen, ook jongeren, zich aangetrokken voelen tot antidemocratische groeperingen en zelfs in sommige gevallen tot geweld overgaan. Zeker nu uitingen van antisemitisme, van moslimhaat en geweld tegen moslim, tegen homoseksuelen toenemen. Onze verfijnde rechtsstaat, onze mooi geëvolueerde samenleving behouden en versterken, dat is, collega's, ons aller verantwoordelijkheid. Nieuwkomers,
moeten we veel duidelijker uitleggen waar onze open, vrije samenleving voor staat. Welke ongelooflijke kansen onze pluralistische samenleving biedt, welke hun rechten, maar ook welke hun plichten zijn. De Vlaamse regering neemt haar verantwoordelijkheid. Nog nooit is zoveel geïnvesteerd in inburgering en integratie als vandaag. Zo zorgen we ervoor dat iedere inburgeraar snel aan een inburgeringstraject kan beginnen. Dit jaar voerden we ook de resultaatsverbintenis in, zodat het traject niet meer vrijblijvend is. Het inburgeringsattest krijgt hierdoor veel meer waarde. Werkgevers bijvoorbeeld weten voortaan dat wie het attest behaalde ook effectief resultaten boekte. Maar niet alleen nieuwkomers, ook onze jongeren moeten we de fundamenten van onze samenleving beter uitleggen. Ook jongeren moeten we het belang van democratisch burgerschap uitvoeriger duiden. En dat moet gebeuren in het gezin, in het verenigingsleven, in de socioculturele sector, maar ook op school. En daarom werkt deze Vlaamse regering aan sobere, heldere eindtermen met aandacht voor burgerschap. Wij gaan voor een samenleving waar Sam, Samir en Samuel, waar Miriam, Mirjam en Marie gelijke kansen krijgen en ze ook grijpen. Een samenleving waar onze kinderen opgroeien tot actieve, tot betrokken burgers. Voorzitter, collega's, met ons beleid, met onze begroting 2017, biedt de Vlaamse regering een antwoord op de grote uitdagingen in Vlaanderen. Wij maken mensen sterk door mensen met een handicap zelf en autonoom hun ondersteuning te laten kiezen. Door ons onderwijs te versterken met een grotere kleuterparticipatie, de vroegere mogelijkheid om een tweede taal te leren, door duaal en ondernemend leren en eindtermen met aandacht voor burgerschap. Door nieuwkomers en hun kinderen kansen op integratie, kansen op onderwijs, kansen op zorg en kansen op werkopleiding te bieden. Door in te zetten op jobs, ook voor wie zwakker op de arbeidsmarkt staat. Een job is niet de enige, maar wel de sterkste hefboom tegen armoede. We investeren, collega's, recordbedragen. Recordbedragen in onderzoek en ontwikkeling, in lastenverlaging, in woonzorgcentra, in kinderopvang, in mensen met een zorgnood, in sociale woningen, in scholen, in mobiliteit en in klimaat. En ja, we weten dat daarmee niet alles opgelost is, dat er nog veel uitdagingen overblijven. En u hoort hier dus geen zelfgenoegzame toespraak, verre van. Maar voor u staat wel een tevreden en een hoopvolle minister-president. Tevreden omdat we na 2 jaar van moeizame besparingen ons huiswerk in Vlaanderen op orde hebben. Hoopvol omdat we nu voluit kunnen beginnen investeren in de grote noden van onze samenleving. En de motor draait. Nu is het tijd voor de turbo. Een turbo slaat pas aan na enkele kilometers, zoals u weet. En vandaag moeten we de motor die steeds sterker begint te draaien een turbo boost geven, extra vermogen voor extra investeringen. En we moeten die inspanningen voor extra budgetten, collega's, in elk van die domeinen nog jaren volhouden. Want de noden zijn erg groot. Daar zijn we ons allemaal bijzonder van bewust. Er is nog veel werk aan de winkel, maar we zijn op de goede weg. Daarom moeten we ondertussen als een goede huisvader onze rekeningen op orde houden en op de kleintjes letten. En dat mag misschien saai klinken, maar dit, collega's, is goed bestuur. Collega's, ik ervaar dagelijks in Vlaanderen veel positieve energie. In onze steden en gemeenten, in onze bedrijven, in onze overheidsdiensten, in onze socio-culturele wereld, in onze scholen, bij onze zorgverleners. Met deze begroting geeft de Vlaamse regering een extra grote impuls, een extra grote steun aan wie elke dag opnieuw
haar of zijn verantwoordelijkheid opneemt en zorg draagt voor ons maatschappelijk en economisch weefsel. Samen, collega's, allen samen, maken we de toekomst mooier, maken we Vlaanderen mooier. Dank u. Collega, als je weer bij langdurig applaus tijdens een concert komt, normaal gesproken de spreker terug op het sprekersstoel te mannen. Een paar praktische. Ik wil toch even mededelen dat tijdens de plenaire vergaderingen de voordeur aan de Hertogstraat nummer 6, dat die tijdens de plenaire vergaderingen open is. En ten tweede, ik ga afwijken van een gewoonte. Het is namelijk, u weet, er zijn hier, of u weet dat niet, er zijn diplomatieke dagen. En ik zou toch in het bijzonder willen welkom heten, namelijk de algemene afgevaardigden van de Vlaamse regering. Want het zijn zij die ons altijd in het buitenland op een zeer gastvrije wijze ons begeleiden, ontvangen, programma's in elkaar boksen. En ze zitten daar allemaal keurig op een rijtje bij elkaar en ik zou ze toch een applaus willen geven. En zo ben ik meteen verzekerd van een volgende goede ontvangst in het buitenland. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. We komen woensdag om 10 en 14 uur opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. De vergadering is gesloten.